Ik ben Simone van de Vlucht. Ik ben schrijfster van historische romans en van thrillers. Maar ik ben mijn carrière begonnen als schrijfster van historische jeugdromans. En dat zijn deze. Er zijn er intussen een heleboel. En ik heb ook nog wel twee boeken geschreven die zich niet in het verleden afspelen. Dat zijn deze twee, Schuld en Vlinders, die horen bij elkaar. En dat gaat over Zoe, een paranormaal begaafd meisje. Dat overleden mensen ziet en met geesten kan praten. Heel wat anders dus, maar wel heel spannend. Maar ja, het allerleukste vind ik toch om het over geschiedenis te schrijven. En het is dit jaar, 25 jaar geleden, dat mijn allereerste boek uitkwam. En eigenlijk heb ik dat boek al een beetje geschreven toen ik 14 was. Want ik heb altijd schrijfster willen worden. Ik was 13 dat ik voor het eerst iets naar een uitgeverij stuurde. En dit boekje schreef ik op mijn 14e. Met een typemachine en zo bij elkaar gebonden. Het is half vergaan, maar nog wel heel leuk om te hebben. En dat ging over een meisje dat in de 17e eeuw moest ontkomen aan de brandstapel. Omdat ze van hekserij werd verdacht. Nou, dat boek is 10 jaar later uitgegeven. Wel helemaal herschreven natuurlijk. Dat is mijn debuut De Amulet geworden. En dat is dus nu 25 jaar geleden dat dit boek uitkwam. Nou, speciaal voor die gelegenheid heb ik al deze jeugdboeken herzien. Wat inhoudt dat ik ze een beetje herschreven heb. En dan moet je denken aan dingetjes als dat er steeds zei ze, vroeg ze, riep ze, kermde ze, piepte ze. Al die dingen heb ik een beetje weggehaald. En ik heb ook af en toe een scène herschreven. Dan vond ik dat er te weinig emoties in zaten. Of juist te veel. En dan ging ik dat een beetje veranderen. Maar in feite, ja, de verhaallijn is gewoon hetzelfde gebleven. Dus je kan deze boeken, als die in de mediatheek staan of in de bibliotheek, kun je natuurlijk gewoon prima lezen. Maar nu in de boekhandel zie je deze boeken met zo'n blauwe band eromheen. En dat wil dus zeggen dat dat de herziene, de nieuwste uitgave is. Nou, ik zat te denken over welk boek zal ik het nu gaan hebben. En ik heb besloten om het over Zwarte Sneeuw te gaan hebben. En dat komt omdat we nu in coronatijd zitten. En we eigenlijk niet goed op vakantie kunnen. En we weten ook niet hoe lang dat nog gaat duren. En dit boek speelt zich gewoon in Nederland af, in Zuid-Limburg. Dus daar zou je naartoe kunnen gaan, naar de plekken waar hoofdpersoon Emma ook woont. Waar gaat Zwarte Sneeuw over? Het gaat over de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. Emma is 14 en haar ouders hebben weinig geld. Dus haar vader die moet in de steenkolenmijn gaan werken. En omdat hij daar niet zo heel erg veel mee verdient, moeten Emma en haar broers en zusjes daar ook gaan werken. Nou, we zitten dan zo rond 1845 en dan was het de tijd van de kinderarbeid. Dus hele kleine kinderen vanaf een jaar of 6... die konden al in die steenkolenmijnen gaan werken. En dat moesten ze ook. Emma ook. En ze vinden het dus echt doodeng daar. Nou, dat was het natuurlijk ook. Want je zat 200 meter onder de grond. En je moest heel zwaar werk doen. En ik ben om een beetje de sfeer te proeven ook in zo'n steenkolenmijn afgedaald. Dat was in Blagny, in de Ardennen. Die was echt doodeng. Want je stapt daar echt in zo'n roestige kooi en die zakt dan zo naar beneden en wordt steeds donkerder en donkerder. En je denkt, als die piepende, krakende kooi het maar houdt. En dan ben je daar en dan zie je overal van die donkere gangen waar je dan in moet. Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het moet zijn om daar te moeten werken. En dan ook niet 7 uurtjes per dag, maar werkdagen van 14 uur per dag. 6 dagen in de week. In Nederland heb je ook een steenkolenmijn in Valkenburg. Daar ben ik ook geweest. Die ziet er wel een stuk vriendelijker uit. Want je gaat gewoon met een trappetje naar beneden en die lijkt niet zo diep. Maar ja, het is natuurlijk even goed nog hartstikke gevaarlijk. En als je een keertje wil ervaren hoe zoiets is, dan zou je daar dus een kijkje kunnen nemen. Dan worden rondleidingen, worden daar verzorgd. Maar ik heb dat dus ook gedaan. Ik had toen nog kleine kinderen. En ja, die man die die rondleiding gaf, die mijnwerker, die leek het een leuk idee om op een gegeven moment de lichten uit te doen tijdens de rondleiding. Zodat je echt ervaarde hoe het was als het zo donker werd. Terwijl er allemaal kleine kinderen meeliepen. En toen gingen ze ook nog boren in die muren. Nou, dat was een lawaai. Dat rolde door die gangen. En toen dat lawaai een beetje weggestorven was, ging een enorm kindergehuil op. Ja, daardoor dacht ik ook echt van, hoe bang zullen die kinderen vroeger ook zijn geweest dat ze daarin moesten. Het gaf me natuurlijk wel een heel goed beeld van het leven in die tijd. En,
ben ook zo'n gangetje ingegaan waar de toeristen niet kwamen. En die ook niet goed gestut was, dus het was een beetje gevaarlijk. Dan valt er af en toe wat gruis op je hoofd. En ja, krijg je wel een beetje het idee van niet zo'n hele fijne plek om te zitten. En daarna ben ik gaan schrijven. En ja, ik ben ook 's nachts gaan schrijven. Want het was zomer toen ik het boek schreef. En het is lastig om met prachtig weer en heel veel licht van die steenkolenavonturen te gaan schrijven. Dus dat deed ik ook vaak 's nachts. En ik ga jullie daar een stukje over voorlezen. Moet ik even mijn bril op. Anders zie ik het niet. Nou, dit is dus de eerste keer dat Emma in die steenkolenmijn naar beneden moet. Na een tijdje beginnen Emma's benen zeer te doen. Hoe diep gaan ze eigenlijk? Ze kijkt naar beneden, maar ze ziet alleen hoofden en bungelende lampen. Het enige geluid dat de stilte verbreekt is de ademhaling van de mijnwerkers. Maar hoe dieper ze komen, hoe meer gedreun en gekraak tot haar doordringt, tot haar voeten een plankenvloer bereiken. Vanaf dat punt kun je 2 donkere tunnels inkruipen. De meeste mijnwerkers dalen echter nog verder af. Emma blijft staan en leunt met haar rug tegen de zwarte wand tot haar ademhaling weer regelmatig wordt en de pijn in haar benen wegebt. Ver weg klinkt een oorverdovende slag die de aarde doet trillen. Verschrikt duwt Emma in de tunnels. Waar is pa? Waar zijn Volkert en Tom? Ongerust schijnt ze met haar lamp in het rond. Emma! Hoort ze opeens Volkert's stem uit de diepte. Verder! Voorzichtig zoekt Emma met haar voet de eerste sport. Ze dwingt zichzelf niet te denken aan een misstap. Hoe minder ze ziet, hoe meer ze zich bewust wordt van de geur in het diepst van de aarde. Een sterke grondlucht, vermengd met zweet en de scherpe geur van kolen. Tochtvlagen wervelen om haar heen en toch lijkt het alsof er steeds minder lucht is om in te ademen. Ze voelt zich duizelig van het voortdurend afdalen. Haar handen verkrampen en haar oren suizen. Helemaal beneden staan haar vaders en broers op haar te wachten. Emma stapt van de ladder af. Hier geen plankenvloer, maar vaste grond onder haar voeten. Ze staat in een grote ruimte waarin een heleboel gangen op uitkomen en waarin de mijnwerkers verdwijnen. Een lamp danst naar haar toe. 2 gestalten duiken op. Pa, zegt Volkert opgelucht. Zijn ogen glinsteren in zijn nu al zwarte gezicht. Nou, en dan moet Emma daar dus gaan werken. Wat ik net vergat te zeggen is dat ze dus niet in een lift naar beneden gingen, maar dat er 200 meter diep allemaal ladders werden gezet en die op plankenvloeren uitkwamen. En dan ging je weer verder met een ladder. En dat je die kolen dus ook allemaal in manden op je rug en met een band om je hoofd zo naar boven moest tillen zelf. Nou, je kunt je voorstellen als je zo'n loodzware mand van 40 kilo kolen op je rug moest tillen. En je had zweethanden en ja, dat er wel eens iemand naar beneden viel met mand en al. En ja, die kon de rest ook meenemen. Dus ja, de meeste mijnwerkers werden niet oud, dat kun je je voorstellen. Een ander groot gevaar van werken in de mijnen was mijngas. En het gevaarlijke daarvan was dat het er wel was, maar dat je het niet rook. Dus ja, je wist nooit waarin het te veel was. En dan kwam je met zo'n olielamp, met zo'n kaarsenvlammetje erin, kwam je aanzetten. En ja, als je dan in zo'n grote bel met gas kwam, dan kon je in 1 keer een enorme explosie krijgen. En ja, dat zo'n vuurbal raaste natuurlijk door die ondergrondse gangen en dan vloog alles in brand. Wat de mijnwerkers dan deden, was met een vogelkooitje naar beneden gaan. En als het vogeltje van zijn stok viel, dan wisten ze dat er gas hing. Maar ja, dan wisten ze ook meteen dat er daarop een explosie zou komen. Dus niemand wilde met dat kooitje naar beneden om in die gangen te gaan testen. Dus dan werd er iemand uit de gevangenis gehaald. En die moest dan door die gangen lopen. En zodra dat vogeltje dus van zijn stok viel, dan had hij dan ongeveer 20 seconden om bij de ladder te komen. En dan explodeerde de hele zaak. Ja, zo regelden ze dat in die tijd. Nou, als je dit verhaal leest, dan moet je realiseren dat dat allemaal nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden is. Het lijkt wel lang geleden, maar zo 1850, 1860 is nog vrij, in de geschiedenis nog vrij kort dat kinderen dat moesten doen. En ik heb van veel kinderen gehoord die het boek lazen. Toen ik Zwarte Sneeuw had gelezen, was ik zo blij met mijn eigen leven. En toen was ik blij dat ik elke dag gewoon naar school mocht en niet in de mijnen hoefde te werken. Nou, met Emma loopt het uiteindelijk wel goed af. Dat zal ik je een beetje verklappen. En ik hoop dat jullie dit boek gaan lezen en dat je het mooi zult vinden. En ja, dat je ook mijn andere boeken
zullen gaan lezen. Er zijn er nog een paar die herzien gaan worden. Dat zijn De Bastaard van Brussel en De Guillotine. Bastaard ligt, Guillotine ligt. Nee, De Guillotine is al gedaan. Slavering, moet ik zeggen. En daarna nog twee en dan hebben we de hele stapel gehad. Maar deze liggen al in de winkel. En als je het boek hebt gelezen en je vond ze mooi, nou, zou ik het leuk vinden om daar eens wat van te horen. Ik zit op Facebook en Twitter, maar vooral op Instagram. Dus dan zouden we elkaar daar weer kunnen ontmoeten. Dus misschien tot ziens.